Welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show! Hey! Duurde even, maar het was er wel. Bedankt voor het kijken vorige week, er is superveel gereageerd. Echt heel veel. Zoals altijd. We zijn nooit teleurgesteld. Houd het vast. En Tom McDock had een reactie. Was helemaal niet met onze prijskwaliteitsindex eens. Want die zei, ja, maar dan winnen langere games altijd. Dit is misschien wel zo, maar we hadden daar een soort van variabele op verzonnen. Ja, want een heel kort spel kan ook heel goed zijn. Omdat sommige korte spellen zijn, wow, oh my god. Ja, achtbaan aan emoties. Hij heeft wel een beetje gelijk, want als een game echt 100 uur duurt, dan wint hij het natuurlijk altijd. Omdat hij dat is wel, ja. Ja, maar daarom is Skyrim ook zou dan ook 200, 300 euro moeten kosten. Ja. Riddle Me This zegt weer een uitstekende hot coffee show neergezet. Klasse. Super bedankt. En ik zie dat je nog maar 3 posts hebt op Gamersnet. Houd het vast, maak dat meer. En kom terug. Lijkt de toekomst is het ziet er goed uit voor jou. Ja, Sander 135789 die zegt games moeten gewoon elk uur 5 euro kosten. Lijkt me wat duur. Ja, elk uur 5 euro. En GamePower vond het Ubisoft ding erg grappig. Ik vond dit een hele goede stelling van Sam. Er moet een game bibliotheek kopen. Ja, game bibliotheek. Die staat, GamePower. Nee, maar game bibliotheek. Toen dacht ik, ja, dat is Steam. In. Klaar. Dat is gewoon Steam. Dat is Steam, dus die stelling zou snel afgehandeld zijn. En Koen Dame zei, de enige game die zo kort was die bij mij opkomt is Homefront. Die was mijn 4 uurtjes of zo. Ja, dat klopt. Die was ook wel heel kort. Ja, dan heb je ook nog zo'n matige multiplayer. Dat was niet vrij. Nee, dat was niet vrij. Kortom, dat was het voor deze week qua reacties. Super bedankt. Er zijn ook heel veel nieuwe stellingen ingebracht bij Tom. En die heeft 2 stellingen geselecteerd. Even YouTube, even een gameset. En wij kiezen er at random een en gaan het daarover hebben. Kortom, het format van de show blijft ongeëvenaard vet. Nou, kies maar snel, dan kunnen we aan de gang. Heb je het leuk? Ik heb het heel leuk. Ontwikkelaars moeten games toch uitbrengen, ook al zitten er bugs in. Want nu moet je wachten terwijl je toch al een beetje had kunnen spelen. Van Bo Lemmerman via YouTube. Dankjewel Bo voor de stelling. Unity is het voorbeeld. Als er gewoon bugs in zitten, maakt niet uit. Breng die game gewoon uit. Want of die bugs nou gefixt worden als jij er al mee speelt. Of dat ze hem 2 maanden uitstellen en die bugs fixen. Dat maakt ook niet uit, zegt Bo. Tom. Ik weet niet, ik dacht nee. Want als je... Hij heeft wel gelijk. Een beetje gelijk heeft hij wel. Nee. Kijk, ik snap... Maar wat is er dan gebeurd met die tijd dat je een spel kocht en dus je wist dat het werkte? Soms zijn er echt van die game-breaking bugs. En dan denk ik heb 60 euro betaald voor een spel. Meer, minder, maakt niet uit. Maar je betaalt voor een bepaald product. Je verwacht dat het werkt. En vervolgens zit het helemaal vol met bugs en glitches. Dan denk ik, nee, altijd dan maar even uitgesteld. En dan kun je tenminste zeggen van, nou jongens, geef ons je 60 euro. Dan geven wij een fatsoenlijk product wat niet om de 10 seconden instort. Nee, oké, maar we hebben het niet over games die gewoon kapot zijn. Nee, dat snappen we wel. Nou, maar bugs. Maar Unity wel... vond ik geen game-breaking bugs hebben. Goed, dan krijgen we een eeuwenoude discussie. Dan krijgen we weer een gaan we het niet over hebben. Uit de sloot. Maar goed, Fred... Framedrops, dat soort kleine, nou ja, voor sommige grote, maar kleine dingetjes. Maar gewoon uitbrengen en dan, want stel je voor het wordt een maand uitgesteld, dan zitten die dingen er niet in. Maar dan, sommige mensen vinden het niet zo erg dat er af en toe een framedrop is of dat het af en toe een beetje hapert. En dan kunnen die mensen alvast wel in de slag. Een soort early access idee. Misschien moet er een soort spits in komen. Dat zou best wel vet zijn. Dat je zeg maar kunt gaan voor of je krijgt hem een maandje eerder en je hebt dus de kans dat hij heel rottig loopt. Ja. Maar ja, dat moet je dan maar mee leren leven. You take the blue pill. Of je stelt hem voor jezelf zeg maar uit en dan weet je dat hij clean is uiteindelijk. You take the red pill. Pre-order the Assassin's Creed Unity Bugged Edition now. Bugged Edition. Full of bugs. Full of bugs. The Month Zero Edition. Ja, de minus one day edition. Ja. Ik weet niet. Ik begrijp Bo wel. Laten we heel eerlijk zijn, er zijn heel veel games die komen uit en worden daarna nog gepatcht. Moeten al die games worden uitgesteld? Is dat eigenlijk wat jij maar zegt? Is het niet een beetje wat Leon laatst beschreef in die column van hem, van de patch mentaliteit? Op een gegeven moment worden ontwikkelaars gewoon een beetje zo van, ach joh, we hebben toch het internet en we kunnen toch patchen, dus gooi het maar lekker live en dan kijken we later alweer een keer of we een team op die bugs kunnen zetten. Ik denk dat ontwikkelaars dat niet zo zien, ik denk dat de uitgevers daar zo op zitten. Ik denk dat elke ontwikkelaar de soort van eigen dunkwaarde heeft. Elke ontwikkelaar wil zelf de best mogelijke game zonder bugs afleveren. Alleen het is ook een ontwikkeling het is ook een fout van de ontwikkelaars. Want kijk, volgens mij is het zo. Die uitgever zegt tegen de ontwikkelaar van nou, we moeten over 2 jaar die en die game launchen. Ja. Hier is de launchdatum. Maar die ontwikkelaar zegt op dat moment, ja dat gaat lukken.
Ja, en dan komen ze op die problemen. En dan komen ze op de problemen en dan zegt de uitgever, ja, maar hallo, we hebben die datum afgesproken. Daar hebben we ook al onze efforts op gedaan om het dan uit te brengen. We hebben een hele marketingcampagne gedraaid. Ja, dus... maar oké, luister, er is wel een verschil tussen een game uitbrengen in november of in januari. Ik bedoel, in november verkoop je meer titels. Dus daar schatten ze het ook op in. En het is die ontwikkelaar die op dat moment heeft gezegd, ja, we gaan dat redden. Ja. En die uitgever die gaat er dus vanuit en vervolgens komen er allemaal fouten in. Dan is het heel knap voor een uitgever en daar heb ik ook superveel respect voor. Als ze het dan uitstellen, maar ik begrijp het ook dat die zeggen, ja, what the fuck, je hebt toen gezegd van het kan. Dan is het ook wel een beetje de inschattingsfout van ontwikkelen. Het is die tweewerking tussen uitgevers en ontwikkelaars waarschijnlijk. Het is wel een battle lijkt me soms daar in die studio's. Want de uitgever is natuurlijk degene met de portemonnee, die betaalt ook gewoon iedereen's loon. Ja. Maar aan de andere kant, die ontwikkelaar, die had ook gewoon een goede inschatting kunnen maken. En zeggen, nou, is misschien een jaartje te vroeg. Of misschien moeten we niet die feature erin willen doen. Ik denk dat ontwikkelaars beter een plan voor hunzelf moeten maken. En beter in moeten schatten wanneer iets af kan zijn en wanneer ze er nog aan moeten werken. Ja. Want anders geef je ons ook weer valse hoop. En je weet dat uitstellen, dat is alleen maar chaos. Kijk naar GTA, wordt heel even uitgesteld. Iedereen, fuck it! Ja. Dan download ik het wel! Fuck jou, Rockstar! Je krijgt geen cent meer van me! Ja, want ze maken echt troepen, Rockstar. Ja, precies. Dat is, die gasten die leveren altijd een goed product af. Maar ze stellen het nou, oké, 2-3 keer uit of zo. En dan is het meteen, oké, fuck jullie! Ja, maar dat is ook weer Rockstar's fout. Want die had dat weer beter moeten inschatten. Ja. Het lijkt een beetje, gameontwikkeling lijkt een beetje op het verbouwen van je huis. Het duurt altijd langer en het is altijd duurder dan je denkt. Ja, en het is nooit af. Je blijft er altijd mee bezig. Ja. En er is altijd nog dat ene kraakje in de muur waar je niks aan kan doen. Nee, dat is gewoon... Ik vind het een mooie metafoor. Het bouwen van een game is het bouwen van je huis. Het valt altijd tegen. Elke projectontwikkelaar zou je vertellen, er komt altijd een miljoentje bij. Ja, en een miljoentje. Die de belastingbetaler moet betalen. Bo legt zich er gewoon bij neer. Bo speelt toch Minecraft, dus dan weet je... Nee, Bo speelt Minecraft? Nou ja, ik zag een Minecraft avatar verschijnen, dus het is... Ja, maar hij speelt ook PD, weet ik toevallig. Oh, hij speelt Bo op PD? Ja. Nou, dat was een vrij burgerloos spel. Hij heeft gisteren nog gevraagd of hij een potje PD kon spelen, maar ik had zijn berichtje niet gezien, want ik zat in Mass Effect. Oh, kijk. Ja. Oh, busy man. Busy man. Maar jongens, bedankt voor het kijken deze week. Laat je reacties op deze stelling achter. Ik denk dat er redelijk wat te reageren valt. Vond ons ook best inhoudelijk. GTA, Rockstar, my god, ik hem downloaden. Dat moet wel geblurred worden straks ook, Tom. Ja, dat soort dingen mag we hebben toch een editor. Middelvingers mag niet. Nou jongens, super bedankt voor het kijken deze week. Zoals ik al zei, laat je reactie hieronder achter. En wij zien je volgende week weer. Waarom was die pauze? Wat hè? Je was zo in één keer zo van, je keek naar mij en zei van, wat nu? Ja, omdat ik ben je niet weten wat het standaard praatje is aan het einde? Ja, maar ik mag niet meer zeggen volgens van jou. Nee. Dat zeg ik nou zo vaak, dat mag wel. Volgens. Maar het is zo gay om het te doen omdat het moet, weet je. Je hoeft ons niet te volgen als je niet Nee, wilt. Ja precies, dat is het. We zijn ook echt niet zo aan het begin van de video van, like alvast. Want je weet nog helemaal niet hoe de video is. Nee. Maar het zou wel enorm helpen als je like. Dankjewel, tot volgende week. Ja, laat het allemaal reacties. Toi. Hoi. Lego. Dat was hem alweer. Swag. YOLO. Swag.